Yo, AI, you got a minute? Oh, yeah, coach. Come talk to me. Just about to head out for warm-ups. Look, I just wanted to say the coaching staff really appreciates what you've been doing for the team lately. Oh, thanks. That's always nice to hear. Absolutely. So with that in mind, coach is looking to expand your role. All right, we want you to be one of the first guys off the bench. Oh, you mean like the sixth man? Sure. Something like that. Just know that you're an important part of the team, all right? All right. Thanks, coach. Absolutely. Nou, dan gaan we de Raptors met Kawhi Leonard en Danny Green nu natuurlijk bij het team. En wij krijgen een wat grotere rol in ons team. We zijn de sixth man, soort van. En we hopen snel die starting line-up te cracken. Maar dan gaan we nou eerst even deze volgende wedstrijd voor spelen. Hopelijk kunnen we een goede wedstrijd neerzetten. Zodat we sneller in die starting line-up komen. Laten we gaan beginnen. Oh. Nice, ik ga hem oepen. En de eerste pass is een alley-oop assist. Jimmy Butler finished. Wat een defense. Daar waren we met z'n tweeën even bij. Wiggins midi missed. Carl Anthony Towns saves the day en pakt de punten. Alright, we gaan weer even aan de badges werken. Pick and roll met Jang. Komen er langs en de slam. Oeh. Anklebreaker en de midi. Oh, ik laat Van Vliet open. Oh, hij mist. Wat een geluk, wat een geluk, wat een geluk. Ik zie niemand in de buurt. Ik neem het schot zelf. Hoppa, drie puntetje. Butler met de drie punter. Ja, 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 ja. Vlak voor het einde van de eerste kwart. Oh, nu. Lekker, Butler. Goeie pas. Hoppa, splash. Oh, kwam maar door. Hier, hoppa. Even de lay-up faken om hem vervolgens naar Diang te geven voor een open slam. I like it. Kom maar door, kom maar door, kom maar door. Tolliver, doe er iets. Please doe iets goeds mee, dankjewel. Yo, wat een defense. Pas hem door, I'm off. Kom op, maak dit af. Nee, maar we hebben wel de fout. We hebben de fout mee. Oh, Jesus. Die moet ik nog steeds aanpassen. Veel te snelle free throw hier. Maar deze is perfect. Geef mij de rebound maar. I feel like going all the way, maar ik pas hem naar Gibson. Oeh, in de pack, in de drukte, in de paint. Maar maakt nog wel af. Wat een dribble moves. En we ronden nog af ook. Yeah, got the steal, boy. Butler. Finish it. Yeah. Goeie screen van Towns. Ik ga dit keer zelf. Wat een layup, maak mis. Gibson, give me a screen. Geef me een goede screen dit keer. Nee, ook niet. Kan je het wel zelf afmaken? Oh, je wordt opengelaten. Dat maak je zeker wel af. Oh, God Van Vliet. Wiggins, maak dit voor me af. Ja, ja. Kijk deze leiding. 22 punten. Ik had meer moeite verwacht van de Raptors. Diang, hoppa. Oeh. No, 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 no. Ik wil steal. Ja, I got the steal. Oh, strijden. Hoppa. Yo, Gibson. Goeie run. Goeie run. Love it. En ik krijg echt fans erbij als een malle hier. No way. Zo'n moeilijk schot, ik wou zeggen. Jimmy G buckets, open midi. Oh, oh, geef mij de steal. Dit ga ik ook gewoon lekker zelf doen. Slam hem erin, boy. Goeie screen. We gaan, oh yeah. Zou dat tellen als een posterizer op Valanciunas? Ik ben benieuwd. Oh, in het hoekje Kuzminskas. Hoppa.
16 assists, 20 punten. Ik heb echt een heerlijke wedstrijd hier. Nou, lekker potje. We hebben gewonnen. Genoeg assists, genoeg punten. De Raptors met Kawhi hebben echt van het veld gespeeld. We begonnen dit seizoen met een losing streak. Zo, voice crack. En nu zijn we op de weg terug met wat overwinningen. Lekker bezig. No, I think I'm pretty sure this one's going on my highlight reel, guys. I'm just saying. Just saying. Great game, guys. AI, you got a second? Yeah, what's up, Charlie? Guys in the studio have a few questions for you. All right. Media alcove right this way. Thank you. Hey, it's Shaq here. I'm calling you Mr. Assertive tonight. Love the way you asserted yourself on the glass. How big a focus is rebounding for you and this team? Yeah, rebounding is something we try to make a priority. Doesn't matter how good you played on D if you can't secure the ball when it comes off the rim. All five guys have to put in the effort, and you know, we did that tonight. I was just lucky to have some bounce in my way, and I hope that the fans appreciate that effort. Thanks, man. See ya. Kijk dit. Na de wedstrijd kan ik onderhandelen met Foot Locker over een level 1 contract. We gaan eens kijken hoe dit in zijn werk gaat. Thanks AI had a long talk with Nickel. And the team at Foot Locker is excited to bring you into the fold. Geen idee of ik die naam net goed uitsprak. I was with a sneakerhead. And I'm in the Foot Locker in the neighborhood all the time. So it made sense to turn it into something a little more official. We completely agree. Okay. Should we get to business? Ja, laten we maar gaan handelen. First thing to mention is that there will be a couple of Foot Locker events each season that we'd like you to make an appearance at. Talk to the fans, maybe sign some merchandise, things you're probably already used to, and you earn VC each time. Nou, dat is geen probleem. There are also bonuses available for reaching specific statistical milestones during NBA games. We'll get over the list in more detail next. Okay. Absolutely, that was the next item on my list. We also offer discounts, okay, that's korting in the Foot Locker winkel in the neighborhood. Let's dig a little deeper then. Here's, dit is een offer. 1350 per event. One incentive, 10% discount store. Zou je ook omhoog kunnen handelen? I don't know. Ik ga het gewoon voor de gein proberen. This offer looks good to me, alright. Oh, en nou kan ik zo'n in-dingetje. Dus 25 for 10 assist games. 25 for 10 rebounds games. Ah, zo werkt dat dus. Maar dat kan ik wel doen. Ik kan sowieso de 25 for 10 rebounds pakken. Daar gaan we mee beginnen. Ik had eigenlijk best wel meer in. Oké, onthouden voor de volgende keer kunnen we meer incentives doen. Maar dit is waar we mee gaan beginnen.